Het is zonder twijfel een van de grootste flops van het afgelopen jaar, de Winston Gerstanovic Show het beste antwoord. Na 272.000 en 211.000 kijkers voor de eerste twee afleveringen, zaten er gisteren, op zondagavond, nog minder mensen klaar voor de derde aflevering. Er keken 208.000 mensen, 6% marktaandeel. Kijkcijferprofessor Tina Nijkamp vindt het verbijsterend laag. Opnieuw dramatische avond voor SBS6 met nog lagere cijfers voor het beste antwoord, de nieuwste quiz van Winston Gerstanovic, schrijft ze op haar kijkcijferjuice-kanaal. Waarom wordt dit programma niet van de buis gehaald door SBS6? De enige reden dat dit programma nog wordt uitgezonden is vermoedelijk omdat het gesponsord is door de postcode loterij en er daardoor ook sponsormomenten in zitten en wellicht ook direct mails naar klanten over dit programma. Er is eigenlijk geen andere reden om Winston op de buis te houden, aldus Tina. Ik kan niets anders bedenken, want zelfs een herhaling van Wegmisbruikers zou het dubbele scoren en zou een stuk beter aansluiten bij de herhaling van Alberto Stegeman. Die had nu ook slechts 205.000 kijkers. Winston scoort nog slechter dan de in juni van de buis gehaalde quiz van collega Sander Lantinga. 4 is te veel werd na slechts 2 afleveringen in de prullenbak gegooid, omdat er slechts 246 en 233.000 mensen keken.